Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Goedemorgen. 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 Hallo. Hi. Dag. Goedemorgen, Celine Blok. Welkom, André Hoop. Dag André. Dag, hallo. Goedemorgen. Ook welkom. Fijn om hier te zijn. Ja. Dank als gastheer de gastvrijheid. Zijn we nou hier? Ja, je bent hier bij het Oortjesjus. Het huisje midden in de bos. Zonder elektriciteit, zonder water. Hier heeft een gezin gewoond met 13 kinderen. Het was natuurlijk armoede vroeger en kinderen moesten lopen naar school, naar Nunspeet toe. Later kwam de openbare school en toen konden ze daar naar school. En, ze hebben hier gewoond tot 1965. Eigenlijk vanaf 1903 tot 1965. En toen is het eigenlijk een bouwval geworden. En toen later hebben we dat weer opgeknapt. En de laatste jaren beheer ik dat samen met mijn vrouw en met mijn zus hier zo. En dan schenken we op zondag hier een bakje koffie. Lekker de koffie op, net als op de ouderwetse manier eigenlijk. Daarna krijg je een heerlijk, smeuïg bakje koffie eigenlijk. En die wil ik jullie zo meteen even opdienen. Lekker vers bakje koffie. Dank André. Alsjeblieft. Ik wou bijna zeggen eerste dames, maar ja. Dat hoort het eigenlijk wel, hè? Ja. Dankjewel. Nou, het heerlijk. Het fantastisch, hè? Ja, helemaal dankjewel. Goed. Dankjewel. Goed voorzien, dank. Ja, burgemeester, eigenlijk moet ik eerst de vraag stellen. En ik heb net bij de entree al een foutje gemaakt. Oh. Ik heb jij gezegd. Maar is het tutoyeren of zeggen we toch u? U mag jij zeggen. Nee, we gaan gewoon... Gaan we tutoyeren? Nee, gaan we je en jij mag zeggen? Gewoon je en jij zeggen. Heel graag. Ja, ik kom nog uit het tijdperk van Zwiebertje. En dan was het altijd jouw wel burgemeester. Hè? Dat was natuurlijk met twee woorden spreken, maar dat is anders geworden. Er zijn heel veel dingen veranderd sinds de tijd van Zwiebertje. Ja? Is dat bij alle burgemeesters zo? Nee, daar zie je wel verschil in. Okay. En het is ook wel, heb je mensen om je heen... Dan ga je er soms anders mee om als dat je in kleine kring bent. Maar Er zit ook wel verschil in burgemeesters. Ja, ja. Dat is toch ook wel. Is daar ook wel eens een gesprek over tussen burgemeesters? Niet hierover. Nee, ik denk dat iedereen zijn eigen weg erin vindt. En dat je ook vooral moet doen wat voor jou prettig voelt. Ja. En ik wil heel graag gelijk staan aan de mensen. Ja. Dus ik heb inmiddels wel geleerd en begrepen dat het af en toe ook hoort en een nut heeft. Ja. Maar, dat het nut heeft om u te zeggen. Ja. Ja. In bepaalde situaties. Je hebt natuurlijk niet altijd alleen maar een leuke rol. Ja. Ja. Maar over het algemeen als het kan, dan maar men verwacht graag... dat ook, dat je precies, af en toe afstand soms wordt het neemt. Verwacht. Ja. Ja, ja. Ja. Dat is soms ook een beetje de magie van het ambt. Ja. Ja. Maar het, nu ik dat mag zeggen, het past bij jou. Om te jouwen en te jijen. Zeker. Ja, ja ik sta graag gewoon tussen de mensen. Ja, ja. Ja, en dat kun je ook merken. Nou ja, volgens mij bij binnenkomst, want je bent nu een half jaar in Nunspeet. Ja. En bij binnenkomst heb je eigenlijk iedereen uitgenodigd, nodig mij maar uit en dan kom ik. Hè? Vooral verenigingen, misschien ook wel organisaties, bedrijven. En inwoners. En inwoners. Juist, ook inwoners. Oké. Okay. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Jazeker, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en dat geeft mij echt de kans om heel veel plekken te zien. En bij binnenkomst net zei hij van, goh, ik ben hier nog nooit geweest. Ik woon hier al 30 jaar. Ja. Ik kom op meerdere plekken waarvan mensen soms zeggen van, oh, ben jij daar geweest? Dus dat is wel heel erg leuk. Dat is leuk om ook iets terug te horen dan van, waar je ook naartoe gaat. Hè? Nou zo. Ja, en wat ik belangrijk vind is om niet een standaard lijstje te hebben van organisaties en bedrijven waar je langs gaat. Maar iedereen de kans te geven. Om kennis te maken en mij wat mee te geven. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Maar zeg je dan wel, dit neem ik mee? Of ik zou het bij die neerleggen? Of doe je zelfs dat niet? Ik wijs meestal de weg. Okay, maar ik neem niks mee. Je neemt niks in je tas mee? Nou, het zit in mijn hoofd. Okay, en dat is voldoende? Zeker, En spreek je dan mensen op het gemeentehuis ook aan van na een tijdje van, weet je nog dat dit is aangegeven? Zeker. Je collega's uit, of collega's, maar uit het college... Nou ja, er is niks aangegeven door mij, maar ik hou in de gaten of het ergens of terugkomt. Of het wel gebeurt. Ja. Als je je nou voorstelt, ik ben de buurvrouw van, bij iemand bij wie je op bezoek gaat, die zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in wat persoonlijke dingen. En dan hebben wij volgens mij de eerste vragen altijd in Nunspeet, van wie ben jij er van wie een? Ben je er een, ja. Nou, ik ben sowieso ook een Veluws meisje, hè? Want ik ben geboren en getogen in Barneveld, wat ook gewoon deel is van de Veluwe. Dus schept dat een band of een herkenning? Zeker, herkenning. Oh. Ja. Oké,
Lijken de dorpen, maar Barneveld is ook een dorp, lijkt dat op elkaar? Het lijkt heel erg op elkaar qua mentaliteit. Ook de manier waarop iedereen samenwoont en de verschillen tussen de kernen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde in Barneveld als in Nunspeet. Ja. Dus dat is herkenning. Ja, ja. En als je zegt van wie ben je er een? Ik ben een dochter van Jan Blom en Ank Blom. Dat klinkt goed, dat kunnen we niet anders zeggen. Dat kun je niet anders zeggen. Jan en Ank, ja. En Jan en Ank, wat deden die toen, ja. toen ze daar in Barneveld woonden? Mijn vader die was altijd timmerman. Ja. En die brak helaas zijn nek toen hij ging duiken in een te ondiepe sloot toen hij een jonge man was. Oh. En toen hebben ze hem eigenlijk aan zijn haren eruit gesleept om hem te redden. Yeah. In die tijd was er nog geen mogelijkheid tot revalidatie. Yeah. En hij was een zoon van een boerengezin. Dus ze hadden een heel mooi rek voor hem geknutseld. En daar werd hij ingezet. En zeiden ze, nou, ga maar leren lopen. Yeah. Dat heeft hij gedaan. En uiteindelijk is hij dus uit de timmerwereld gegaan, is hij de bankwereld ingegaan. En was hij uiteindelijk bankdirecteur in Voorthuizen. Oh, maar dat zijn nog wel stappen. Ja, je zijn noemt nogal dat nu stappen, in een zin. Maar ik bedoel, als je vader toch van timmerman naar... Dan heeft hij toch ook eigen kracht gehad, ook met het lopen. Het is een aardsoptimist. Ja, ja. En ik ben toevallig gisteren weer met hem wezen eten, doen we elk jaar. Ze leven nog, allebei? Ze leven allebei nog. Okay. En mijn vader en ik hebben de traditie om sinds een jaar of 32... samen te eten rond kerst. Oké, okay. Vader en dochter moment. Ja, ja, en dan nemen we het leven door en dat is prachtig. Toen hij dat ongeval kreeg, waren toen kinderen al geboren of was dat nog voordat... Voor de verkeringstijd zelfs nog. Oké, okay. Ja. 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 En nu Ank? En nu Ank. Ank komt uit Amersfoort. Uh-huh. De poort naar de Veluwe, zeggen we dan maar. Nee, de poort naar de Veluwe is Nunspeet. Oké, okay. Okay. Oh, ja. In Amersfoort, eenvoudig gezin. Mm-hmm. Een van de vijf kinderen. Haar broer was de vriend van mijn vader. En zo hebben ze elkaar ontmoet ooit. Mm-hmm. Ja. Op jonge leeftijd? Ja, ja, zoals dat vroeger ging. Ik geloof dat ze begin 20 waren. Ja. Oh ja, ja. En jij bent kind van Jan en Ank. Ja. Ben je enig kind? Zijn nee, ik heb twee oudere broers. Ik ben het jongste meisje. Zo. En volgens sommigen enorm verwend. Oh. Nou ja, ik heb ook een jonge zusje en een oudere broer. En dat zusje moest het altijd ontgelden bij ons thuis. Had je dat niet? Nee, zeker niet. Oh, nee. Okay. Je bent op handen gedragen. Nou, dat gaat misschien wat ver. Maar ik wist het wel te regelen hoe ik het wilde. Ja. Ja. En de jongens liepen ook voor jou? Zou maar zeggen, de twee broers. Nou, dat had wel beperkingen, maar we hadden het gewoon goed samen. Ja, ja. Zou je kunnen zeggen, hecht gezin? Ja, het was een hecht gezin, een leuke jeugd. Tot mijn 16e. Alles in Barneveld? Tot mijn 16e, alles in Barneveld. Ja. En dat is ook wel een beetje, als de jongens nog ouder waren, maar dat is ook wel een puberleeftijd, toch? Dan gebeurt er meestal wat. Ja. Bij jou ook? Of in het gezin? Zeker. Toen ik 16 was, dacht ik dat ik de wereld wel aankom. Mm-hmm. En dat Barneveld misschien toch wel wat suf was. Ja. Dus toen ben ik 2 jaar naar het buitenland gegaan. Oh. Toen ben ik geselecteerd voor een internationale school, United World Colleges. Ja. Die opgericht is om de wereld vreedzamer en duurzamer te maken. Is dat ook niet een school waar onze koning een tijdje naartoe is gegaan? Klopt. Hij heeft en nu een dochter van hem? Ja, zeker. Hij heeft daar ook 2 jaar gezeten en zich ook nog heel lang ingezet voor United World Colleges. Maar hoe kom je daar als meisje uit Barneveld? Dat is toch bijzonder. Toen ik voor het eerst ervan hoorde, dacht ik, nou ja, dat is een koninklijke kringen. Hè? Ja, ja. Nee, ik kon wat beter leren. En in deze tijd zijn er allerlei mogelijkheden als je wat beter kan leren. Maar toen nog niet. Mm-hmm. En toen zeiden ze, ja, maar er is nog wel een school in het buitenland. En dat is maar... Wie kwam daar dan mee? De decaan, mevrouw Vos. Ja, dat vergeet mevrouw ik nooit Vos. Meer. Mevrouw Vos. Okay. Had een heel klein formuliertje. En daarop stond United World Colleges... En in eerste instantie dachten we, dat is niet voor mij, dat is duur en dat is voor de chosen few. Ja. Maar toen bleek dat het een scholarship verhaal was en dat het op motivatie werd je daar geselecteerd. Ja. Dus ik ben een heel selectieproces ingegaan en uiteindelijk werd ik geselecteerd en kreeg ik een beurs. En mocht ik daarheen voor 2 jaar, als 16-jarige. Als 16-jarige, maar had je dan je middelbare school hier al afgerond? Nee. Nee, hè? Nee, dus je gaat daartoe, heb je hem dan daar afgerond? Of kom je weer terug in Barneveld? En... Ja, ik heb tot en met 4 VWO in Barneveld gedaan. Ja. En ik heb in het buitenland het International Baccalaureate gedaan. Uh-huh. Die laatste 2 jaar, die geven dan een gelijkwaardig VWO-diploma, maar dan internationaal. Oké, okay. Dus je hoefde daarna, je kwam terug en... Ik kon gewoon gaan studeren. Je kon gaan studeren, ja. Want ik kan me ook wel voorstellen dat je enorm vormt. Ja. Hè, zo'n 2 jaar, en dat Barneveld dan echt te klein is als je terugkomt.
Het waren twee bijzondere jaren. Toen ik daar was, viel de muur. Toen ik daar was, werd Nelson Mandela vrijgelaten. Ja, dus we praten over 88, 89 toen de muur viel. Ja, ja. En ik zat met 100 verschillende nationaliteiten. Met 48 mensen in een huis, 4 mensen in een kamer. Dus het doet zeker wat met je. En wat dan? Hoe heeft je gevoel? En ik ben vooral benieuwd en ik denk alle kijkers ook wel. Wat doet dat nou? Zoals je nu in het leven staat hier in Nunspeet, kun je er nog wat van zeggen? Krijg je er wat van mee uit die tijd? Ja, het heeft mij gevormd in de manier waarop ik opensta voor anderen. Mm-hmm. Heb geleerd om niet te snel mijn mening te vormen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het Palestina-conflict. Ik had een Israëlisch kamergenootje. Ja. Ik kreeg van haar echt vanuit haar perspectief te horen hoe zij het ervaren. Mm-hmm. Maar er waren ook mensen uit andere landen die het anders aangaven. Ja. Ik ben haar na mijn collegeperiode wezen opzoeken in Israël. Ja. Ja. Alle plekken bezocht die daar te zien waren met haar mee op legertrip. Omdat ze verplicht in het leger moest. Ja. Dat zijn allerlei zaken die wat met je doen om dat op zo'n jonge leeftijd om dat mee te maken. Mm-hmm, mm-hmm. Dus ik denk dat ik ruimdenkender ben geworden. Niet zo snel oordeel. Ja. En ook niet zo gauw bang ben. Okay. En als je dat nu plot op de huidige situatie in Nunspeet. In je functie van burgemeester. Hoe zouden we dat kunnen zien? Als we het überhaupt zo kunnen zien. Ik denk dat het te maken heeft met voor iedereen de wereld een beetje beter willen maken. Uh-huh. Dus een sociaal hart om te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. Iedereen zijn verhaal kan doen. Ja. Maar dat betekent ook heel praktisch anders een vergadering leiden. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Is dat ook zo? Kunnen we daar wat aan merken? Ja, dat is misschien wel een hele psychologische vraag of ik dat anders doe. Ik krijg wel te horen dat ik het redelijk los doe en een goede sfeer weet neer te zetten. Maar waarin ook iedereen wat kan zeggen. Vind ik heel belangrijk. En ik vind democratie heel erg belangrijk. Uh-huh. Dus de raad moet echt in positie gesteld worden en zijn plek hebben hierin. Ja, ja. Ja. Even terug naar de Engelse tijd. Puberteit, Engelse tijd, 15, 16, 17, hè, zo. Je klinkt toch als een heel braaf meisje. Nou, laten we niet vergeten. Nou, als je zo lacht, dan denk ik, er is wat geweest. Er is wat geweest. Nee, laten we eerlijk zijn. Een groep 300 jongeren bij elkaar, dat heeft wel leuke dynamieken. Ja. Maar het was ook Engels, hè? Let op. Dus wij moesten gewoon om 9:45 binnen zijn. Elk huis had een house parent die dat ook in de gaten hield. Maar had je een uniform trouwens? Nee, dat niet. Omdat het internationaal was, was het geen uniform. Okay. Maar ja, het is natuurlijk het leukste om de regels te overtreden. Ja, moet de burgemeester niet zeggen hier hoor. Dat, als je 15, 16 bent in zo'n omgeving, ja hoor. Oké, okay, dan kan iedereen dus doen. Ja, oké, ja. Oké. Okay, okay. Hey, en toen terug naar Nederland. Je zei ja, toen ging ik studeren, maar dat is dus vertrek uit Barneveld. Zeker, ja. Ja, ja. Ja en dat ging wat moeizaam, kan ik wel zeggen. Want? Ik. Nou ja, waar in Nederland studenten zich goed voorbereiden op hun studententijd en nadenken over welke studie ze gaan doen. Was ik daar en ik was er helemaal niet mee bezig. Want ik ging alleen maar de wereld redden. Ja, en ik zat met allemaal idealisten die dat met mij gingen doen. En toen was het, ja, maar je moet wel een studie kiezen. En je moet wel zometeen een baan krijgen waarin je dat kan doen. Ja. En toen dacht ik, ik weet het eigenlijk niet. Toen dacht ik, dan ga ik de HBO bank en financiën doen. Want mijn vader werkte ook in het bankwezen. Ik dacht, dat is vast heel leuk. Aardje naar vaartje. Oortje zuus, hè? Daar zitten we ook. Hè? Ja. Of niet. Of niet. Ja. Of niet, want ik vond het helemaal niet leuk. Maar je bent wel begonnen. Ik ben wel begonnen. Ja, ja, dus ik ben naar Amsterdam gaan wonen op Oud-West. Ja. En ik ben daar begonnen. En waar het lastig werd, was dat ik al 2 jaar op mezelf had gewoond. Mm-hmm. Wel in een veilige omgeving. Ja. Ja. Maar dat ik tussen studenten kwam die voor het eerst uit huis gingen en dachten, nou, we gaan alleen maar feesten. Ja. En dat had ik eigenlijk al een beetje gehad. Ja. En ik vond het helemaal niet interessant, de studie. Dus ik ben gestopt. Oké. Okay. Na een jaar? Of binnen een jaar? Nee, binnen een jaar. 3 maanden of zo. Oh, ja. En toen maar weer terug naar huis met zeker hangende niet pootjes? Nee, zeker niet. Oh. Nee. Ja. Toen ben ik in Amsterdam gaan werken. Uh-huh. Maar niet in het bankwezen? Nou ja, het was eigenlijk maar wat je kon krijgen op dat moment om de huur te betalen. Dus ik werkte in de Gouden Bocht bij een effectenkantoor. En deed ik de boekhouding. Had ik thuis geleerd overigens. En toen ben ik weer opnieuw gaan studeren in het jaar daarna. Oké, okay. En we zitten nu ergens begin jaren 90, of niet? Ja, zeker. Ja. En wat ben je toen gaan studeren? Spaans.
Ligt voor de hand, ja, zou ik zeggen. Ja. Ja. Engeland gezeten, ja, bankenwereld gezien en dan, ja, ga je Spaans doen. En, wat maakt het dan dat je Spaans kunt? Nou ja, omdat ik in Engeland Spaans als vak had gekozen. Oh, okay. En wat het leuke is als je een vreemde taal in het buitenland leert met mensen uit dat land, is dat ik met die Spanjaarden de hele dag Spaans sprak. Oh, en dat schepte, ja, wel een band, dus ik dacht Spaans is leuk. Ja, ja. En was het ook leuk? Nee. Maar je hebt afgemaakt? Nee. Ook niet. Jongen. Jeline, ja. Ja. En waarom niet? Omdat het niet leuk was? Of, nee. Uiteindelijk sloeg het niet aan bij wat ik voor beeld van tevoren erbij had. Ja. Ik moest de hele geschiedenis van Spanje uit mijn hoofd leren. Ik was veel meer iemand van het doen. Ja. Dus ik dacht, nee, dit is het niet. Dus toen ben ik uiteindelijk wel teruggegaan naar Barneveld. Toen ben ik gaan werken. Ja. Toen ben ik mijn partner tegengekomen, toen ben ik getrouwd, heb ik kinderen gekregen en terwijl ik mijn... Dat was nog redelijk jong denk ik, ja, toch? Want hoe oud was je je trouwde? Ik was 23 toen, uh-huh, ik trouwde, 24 toen ik kinderen kreeg. Dat is heel jong. Dat, hè, is zo, heel jong. 24, ja. Hoeveel kinderen heb je? 2. Oké, dus de oudste op je 24ste? Ja. En toen ben ik in die periode ben ik weer gaan studeren. En uiteindelijk heb ik toen mijn haar... Maar van huis uit? Of waar ben je toe gaan studeren? Ik ben toen vanuit huis ben ik via particuliere opleidingen gaan studeren. Huh. En toen ben ik eerst in de HRM terechtgekomen. Toen in de verandermanagement. Steeds via banen waar, ja, ik kansen maar bij kreeg. Bedrijven? Ja. Of, ja, en dan werken en studeren tegelijk. Hmm. En op die manier ben ik in die zin een laatbloeier. Maar nou, ja. Het komt goed. En terug naar Barneveld, hoe heb je dat ervaren? Was het dan met hangende pootjes ook zo of dat niet? Nee. Want ik moet toch terug en kwam je weer thuis wonen? Nou, een paar weken. Oh, toen had je het wel gezien. Ja, nee. Dat, weet je, als je eenmaal gewend bent om op jezelf te wonen, ja, is dat nooit een goed idee. Ja. Dus ik heb een appartement gehuurd in Barneveld. En mijn buurman was mijn partner waar ik later mee getrouwd ben. Dus dat, met de buurman? Ja, met de buurman. En we komen nu bij heel veel buren naar binnen in deze tv-uitzending. Dus kijk uit. Ja. Ja. Zo. Ja. En die was net zo oud? Die was iets ouder, ja. 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 Nou, bijzonder. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Nou, we zijn eigenlijk met een heel mooi rond verhaal bezig. Begonnen in Barneveld. En we hebben nu een moment weer in Barneveld dat je bent teruggekomen, getrouwd bent, kinderen hebt gekregen. En ik zou het heel leuk vinden om zo eens verder te gaan en dan iets over jouw politieke ambities. Hè, en je vertelde net iets over het politieke zaadje eigenlijk, dat je een wereldverbeteraar was, dat wat in Engeland begon. En dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om die kant op te gaan, want dan is het weer wat warmer. Maar dan gaan wij naar het tweede deel van het oortje zien. Nou, ook graag. Voordat we nou verder gaan, ik heb van de redactie ook een aantal kennismakingsvragen gekregen. 50 stuks. Die ze ook wel weer hebben afgestemd met inwoners en zo. Dus 50 stuks. Dus ik wou eigenlijk even beginnen met, noem jij nou zo'n getal tussen de 1 en de 50? En dan pakken we een vraag eruit. Nou, leuk. Nummer 11. Nummer 11. Oké. Ben je een lezer? En zo ja, wat is dan een leuk boek of een lievelingsboek? Mag jij weten. Ik ben een ontzettende lezer. Ik lees heel graag. Ik kom daar wel minder aan toe tegenwoordig. Maar vanaf jongs af aan heb ik al gelezen. Ik was een enorme klets vroeger. Maar ik was alleen stil als ik een boek las. En dat was Kaatje Kakel. Maar ik lees tegen... Je kreeg veel boeken. Ik kreeg veel boeken, ja. Dat was de manier. En ik lees geen Kaatje Kakel meer. Mm-hmm. Maar ik heb een liefde voor boeken over sterke vrouwen. Madame Bovary van Flaubert is een van mijn lievelingsboeken. Eline Veren. Dat soort boeken lees ik heel erg graag. En ook dat is eigenlijk ontstaan in die periode. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, hè? Ja, dus die, zijn toch wel, maar die lees je? Ja, die lees ik heel graag. Ja. Het liefst in het Engels, maar niet in het Frans. En geen Spaans? Spaans ook niet, nee. Dat wordt toch wel lastig inmiddels, ja. Heb je daar ook iets van aan je kinderen meegegeven? Van die talen? Ja, van die talen en van het lezen en... Mijn kinderen lezen eigenlijk ook heel graag, waar ik heel blij mee ben en trots op ben, want je ziet dat tegenwoordig wel steeds minder. Ja. Maar ook zij zijn inmiddels redelijk druk, dus komt ook niet altijd meer van. Maar
Zij mag je zeggen wat ze doen of niet? Studeren ze nog? Of ja, ja, ze zijn 25 en 23 en zijn allebei met hun laatste deel van hun master bezig. Mijn zoon voor bestuurskunde en mijn dochter voor technical engineering. Zo. Ja. Wanneer is dat politieke zaadje nu geplant, hè, bij je? En je noemde eerder in het gesprek, noemde je toen ik in Engeland zat, toen was ik een soort wereldverbeteraar of dat ik wilde de wereld verbeteren. Ja, klopt. Dat is daar zeker gezaaid, dat politieke zaadje. Alleen de jaren daarna wist ik nog niet per se wat ik ermee moest doen. Het is eigenlijk veranderd toen ik, en dat heb ik volgens mij al wel eens eerder verteld, mijn hartstilstand kreeg. Dat was best een heftige periode in mijn leven. En toen... Hoe oud was je toen? Een jaar of 38. Oké, en waar gebeurde 37, dat? In het ziekenhuis. En, maar je was al opgenomen? Ik was al opgenomen en het was eigenlijk medisch falen. Maar ja, laten we het daar maar niet over hebben. Mm-hmm. Maar wat het wel met je doet, is dat je heel erg nadenkt over van... als ik nu inderdaad er niet meer geweest zou zijn, wat zou ik dan achter hebben gelaten? Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik heb helemaal niet zo heel veel gedaan met dat 16-jarige meisje dat de wereld ging verbeteren. Mm-hmm. Ik heb kinderen gekregen, gestudeerd. En toen ben ik lid geworden van een politieke partij. Mm-hmm. En toen ben ik al heel gauw statenlid in Gelderland geworden. En... Maar waarom van een politieke partij? Want je had ook iets anders kunnen doen, hè, om die wereld te verbeteren. Bijvoorbeeld, we hadden het over Greenpeace of over Amnesty. Of, hè, daar had je ook nog bestuurlijk iets in kunnen doen. Maar waarom dan politiek? Omdat politiek, wat mij betreft, gaat over het democratisch proces van meepraten. Mm-hmm. En ik vind als je mee wil praten en als je misschien ook iets vindt van wat er gebeurt in de wereld, dan moet je ook zorgen dat je aan de knoppen komt te zitten. Ja, ja. En in de politiek kun je dat doen. Ja. Dus dat vond ik maar heel erg belangrijk. Maar je bent ook gelijk actief geworden dan. Want als je statenlid wordt, dan, nou ja, dan moet je ook wel wat doen. Hè? Zeker, ja. Nou, dat ging redelijk snel. De politiek is hard op zoek naar mensen. Dus zodra je je vinger opsteekt en je hebt een klein beetje aanleg, dan kan het best wel snel gaan. Ja. En ik heb daar ontzettend veel van geleerd uiteindelijk in die 7 jaar dat ik statenlid ben geweest. Want je kwam daar eigenlijk, was je voorbereid voor zo'n statenlidmaatschap? Nee, zeker niet. Ja. Nee, je moet het gewoon leren door te doen en meters te maken en fouten. Ja, ja. En ja. Dat hoort erbij. En die erbij. Heb je ook gemaakt. Ja, uiteraard. Fout, ja, we willen graag de goede dingen horen natuurlijk, maar misschien ook de dingen waarvan je geleerd hebt. Die ja. niet goed zijn gegaan. Ja. Maar kun je nog iets zeggen dan over dat statenlidmaatschap? Wat is nou heel goed gegaan in die periode? Waar ben je trots op? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik heb heel veel kunnen bereiken voor de cultuurwereld. En ik heb denk ik, zeker in mijn omgeving, de politiek wat dichter bij mensen kunnen brengen. Door normaal dingen uit te leggen. Politiek gaat soms over zoveel moeilijke woorden. Ja, ja. En probeer het maar gewoon normaal uit te leggen hoe het is. En daar heb ik me altijd wel voor ingezet. Ja. Wat ik moeilijk vond in de politiek was geduld hebben. Dat processen soms lang duren. Ja. En juist als wereldverbeteraar moest ik wel leren dat dat best wel tijd kost. Ja, ja. Ik heb me ingezet voor de kloof op de arbeidsmarkt. Ja. Hè? Dus we hebben mensen nodig, maar we leiden niet altijd de juiste mensen op. Ja. En dat zijn gewoon processen die heel veel tijd kosten om die te veranderen. Oh ja. Dus ja. Dat is gewoon ongoing process en dat wordt nu weer goed opgepakt door andere mensen. Maar ja. dat is wel een belangrijk maar het thema. Maar bleef toen achter? Of wat ik zei, van, ja, wat is nou niet gelukt? Is dat nou minder Dat was gelukt? Nog niet af. Ja, ja. ja. Zo, en ik dat denk dat het nooit af is, ja. omdat de conjunctuur ook steeds weer verandert. Toen ik begon als statenlid was er nog sprake van werkloosheid. En toen ik eindigde, hadden we echt schreeuwend tekort aan mensen. Dus in 7 jaar tijd kan er echt heel veel veranderen. Ja. 7 jaar statenlid. En toen kwam er plotseling een vacature in Nunspeet. En hoe gebeurt nou zoiets? Word je daarvoor gevraagd? Heb je je vinger opgestoken? Ga je mijnen? Die is voor mij, want dat lijkt me interessant. Hoe, Voor het kroonbenoemde burgemeesterschap moet je echt solliciteren. Dan steek je echt je vinger op, dan steek je je nek uit. Ja. Voor het waarnemerschap heeft de commissaris van de Koning het recht om iemand aan te wijzen. Ja. En die heeft mij gevraagd of ik daar interesse in had. En dat kwam voor mij ook best wel onverwacht. Dan had hij je toch in beeld. Het is een hij, hè? Ja, hij had me toch in beeld. Ja. Had je wel eens wat kenbaar gemaakt dan? Mogen we dat weten? Had je wel eens gezegd, ik heb wel ambitie in die richting? Want je was nooit burgemeester geweest. Ik was nooit burgemeester geweest. En ik heb vaak mogen voorzitten in de Staten bij moeilijke processen. Ja. Dus dat was wel het moment dat ik dacht van... Was hem opgevallen? Ja. Ja, ja, ja. ja. En toen dacht hij, nou, dan moet je Nunspeet ook aankunnen. Zeker. Ja. zo ging het ook. Ja, zo ging het. Ben je dan ook... Want dan ga je wel kennis maken of niet? Gaat het wel zo? Of word je benoemd en dan is het ook zo? En daarna ga je kennis maken. Zo
Je gaat in gesprek met de vertrouwenscommissie. Ja. En als zij geen zwaarwegende redenen hebben om het tegen te houden, dan is het zo. Ja. En we hadden een enorme klik in dat gesprek. Dus dat was fijn. Dat was heel goed. Ja. Ja. En, maar als je nooit burgemeester bent geweest en je bent er niet toe opgeleid, hè, dan ja, stap je toch ook in de diepe, of niet? Ik was al wel begonnen met een oriëntatie op het burgemeesterschap. Dat is een klasje van Binnenlandse Zaken. Oh ja, ja. Omdat ik inderdaad... Oh, dus je had toch wel wat. Ja, omdat ik inderdaad al we wel... We hebben nieuws. Ja. Je hebt in een klasje gezeten. Ik heb in een klasje gezeten en daar was ik inderdaad alles op gewezen door de commissaris en de kabinetchef van, goh, is dat niet wat voor jou? Ja. En in dat klasje heb ik alle aspecten van het burgemeesterschap voorbij zien komen. Er zijn heel veel verhalen verteld door zittende burgemeesters. Ook een dagje meegelopen ergens? Ook dagjes meelopen. Okay. Ja, ja. Alleen zodra je het bent, moet je het gewoon doen. Ja. En daar is geen enkele opleiding voor, want het is gewoon gaan. Hé, hey, maar was Nunspeet nou je droomgemeente? Ja, nou eerlijk gezegd niet in eerste instantie. Toen dacht ik, Nunspeet, hoe dan? Wat dacht je van Nunspeet? Ja. Nou ja, ik had misschien niet het goede beeld van Nunspeet. En, echt niet? Dat, had je een beeld van Nunspeet? Ja, ik dacht dat het wat conservatiever was. Uh-huh. En dat vind ik fijn om dat hier ook te kunnen vertellen. Ik ben echt verrast door Nunspeet. En door wat het allemaal te bieden heeft op het gebied van cultuur. Hè. Het is een oude kunstenaarskolonie. Ik hou van cultuur. Ja. Maar ook qua natuur, met zand, met heide, met water, met bos. Ja, ja. Maar ook de mentaliteit. Maar je hebt je beeld moeten bijstellen. Ik heb mijn beeld heel erg moeten bijstellen. Zeker. En al snel of niet? Had je dat vrij snel in de gaten? Ja, is toch wat? Zeker. De bedrijvigheid... Hoe zou je het nu omschrijven? Is het wervelend? Hoe breng je het naar buiten? Als je terugkomt in Arnhem, hè, je zit in de Staten, en hoe zou je dat dan zeggen? Nou, dan ga ik sowieso zeggen, Poort van de Veluwe. Maar nee, ik zou zeggen van, Nunspeet mag wat trotser worden op zichzelf. Want het zit hem ook in de mentaliteit die ik heel goed ken van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, ja. Maar het is normaal. Er wordt zoveel georganiseerd in Nunspeet door vrijwilligers. Het centrum is nog vol met winkels, weinig leegstand. Ik ben er echt van onder de indruk. Ja. Wanneer ga je verhuizen? Wanneer ga ik verhuizen? Ja, dat nou, weet ik nog niet. Ja. Nee, dat weet ik niet. Maar het is een prachtige plek. Maar zou je hier kunnen wonen? Ik zou hier zeker kunnen wonen, ja. Ja. En heb je dan ook voorkeurskernen? Is altijd gevaarlijk. Want we zitten nu hier dik in het bos, maar hier is geen burgemeester. Ja, ik droom altijd van een huisje op de heide of in het bos. Maar ik denk ook niet dat dat altijd fijn is. Dus dat is misschien een te romantisch beeld. Maar ik vind Vierhout bijvoorbeeld een hele gezellige kern. Dat, dus dat, zou, dat, zou, dat zou een mogelijkheid zijn, maar eigenlijk vind ik alle kernen super prettig om te zijn. Dus maakt niet echt uit en ik denk ook niet dat er heel veel keuze is aan huizen. Voel je ook een beetje burgermoedig? Nou ja, er zijn wel wat situaties geweest waar het in sommige gevallen voor sommige mensen lastig is geweest. Mm-hmm. En dan kan ik die rol wel spelen, dat je ook echt naast iemand gaat staan. Ja. En dat is ook wel heel mooi en waardevol om te kunnen doen. Ja. Ja. Is het dan lastig dat je niet hier woont op dit moment? Als dat 's avonds is gebeurd of wat dan ook? Nee, ik ben er echt zo. Het is klein. Want je woont in? In Apeldoorn. Okay. Klein half uurtje rijden. Het is alleen lastig dat je ergens anders woont, dat je je minder onderdeel van de samenleving voelt. Maar qua afstand valt het mee. Burgemeester, we zijn wat aan het eind van dit gesprek hier in het Artjeshuis. En we gaan richting einde van het jaar. En we gaan richting begin van een nieuw jaar, 2023. Zou je onze inwoners, zou je Nunspeet nog iets willen meegeven voor het nieuwe jaar? En ga je gang. Nou, dank je wel. Ja, dat zou ik zeker willen doen. Ten eerste voor de jaarwisseling zelf. En ik wens eigenlijk al onze inwoners dat het een feestelijke jaarwisseling wordt. Een positieve jaarwisseling met je geliefden om je heen. Niet te veel rotzooi. Hou het gezellig met elkaar. Geen schade aanrichten. Veilig voor mens en dier. En dan het nieuwe jaar hoop ik u allemaal weer te ontmoeten. Ik hoop op een gelukkig, gezond en vredevol 2023. Gebeurt er nog iets met de kerstdagen bij jullie thuis? Ja, ik vind kerst altijd een heerlijke periode van om de boom, reflectie. En dat gun ik eigenlijk ook alle inwoners van Nunspeet. Een stukje reflectie, nadenken over wat gaat deze komende periode brengen. En een vreedzame kerst. En met een aantal geliefden om je heen. Ja. Zeker, ja. Dus dat doe je ook. Nou, absoluut. Is jou ook heel erg gegund. Dank je wel. Ik begin wat koude voeten te krijgen. Jij misschien ook wel, het wordt wat kouder. De kachel wordt wat minder. Ja. Dus ik wil eigenlijk voorstellen
dat wij langzaam het Artjes Huis gaan verlaten. Zeker. Dan gaan we André zo bedanken. Ja. En dan gaan wij naar buiten. Zeker. En ik kom hier zeker terug. Met een prachtige locatie. I can't say any more than I love you. Everything else is a waste of breath.